leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag heb ik verschillende dingen op de planning. En ik begin met het maken van outfitfoto's. En ik ga nog even dorp in om even een cadeautje te kopen voor Masha, waar ik vanmiddag mee heb afgesproken. Goedemorgen. Dit is wel anders, hè, dan Kelly. Nou, de reden, dat is een hele leuke reden, een hele bijzondere. Ik heb vandaag Kelly ten huwelijk vragen. En niet zomaar. Ik heb vandaag geregeld dat Masha van Beauty Gloss, dat zij mij mee gaat helpen. Zij zit namelijk in het complot. En dat ga ik allemaal filmen. Op dit moment denkt Kelly dat ik nou aan het werk ben. En stiekem ben ik er tussenuit geslopen met van alles en nog wat. Maar ik ga de hele dag ga ik vandaag filmen. En jullie zijn vanuit welkom. Ja? Ik wil wel. Yes, er is al eentje die ja heeft gezegd. With your white dress on, was the end of December. No, I never knew that I could love someone the way that I loved you. I never knew that I could love someone the way that Nou, ik heb Lana in de auto zitten, dus ik ga Lana even mijn ouders brengen en dan ga ik lekker naar de stad toe. Nou, ik ben aangekomen in een cafeetje en kijk eens wie we hier hebben. Hallo! En we hebben dezelfde tas. Hoe toevallig. Ja, hetzelfde stijl. En een cadeautje, super lief. Dank je. Alsjeblieft. Oh, lekker. Nou ja, we hadden het erover waar we elkaar van kennen. Ja van een winactie van lang geleden van Beauty Partner. En dat was een soort van workshop. En ja, daar konden we een make-up workshop volgen. En jij was een winnaar. Dat was leuk. Ja, dat was echt super gezellig. Ja, toen zijn we nog naar de Primark geweest. Dat was zelfs de eerste keer dat ik bij de Primark kwam. Inderdaad. Volgens mij ik ook. Zijn wij met z'n allen toen voor het eerst naar Primark gegaan? Ja, en toen hebben we echt gewoon, we waren met openbaar vervoer. Maar met z'n allen. Ja, weet ik hoeveel tassen, het hadden alle tassen bij elkaar gezet. Ja. En toen zijn we sushi gaan eten. Oh ja, de eerste keer sushi. De eerste keer, toen wist ik niet zo'n berg het wel. Zo, wauw. En toen hadden we die groene thee-ijs, weet je nog? En dan was het een beetje zo. Nog steeds? Ik moet zeggen, ben je groen thee-ijs? Nee, heb ik zulke slechte ervaring aan. Ja, precies. Thank you.
Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Wat is er net gebeurd? Je niet in mij ten huwelijk gevraagd. Ah, en ik droom nog steeds. Ik zei steeds. Het, hè? Die ring die past precies. Oh my god. Ja, kijk nou. Hier staat het op. Oh. Daan had de vraag, jouw mama. Oh. Heb je goed gedaan, schat? Yeah. En ze zei ja. Ja, de ouders natuurlijk van Kelly hartelijk bedankt. Mijn ouders, mijn broertjes. En Marcia natuurlijk. Ja, dat was echt super. Ik kan nog steeds niet lopen. Aan de handjes? Oh. Het gaat uit. Nou, zoals je ziet, Lana in beeld, maar dit is echt een uitzondering op alle regels. Mama, ik wil weg hier. Oh, jouw telefoon natuurlijk. Ja, het is echt het is de perfecte dag. Perfect weer. Perfect. Ik ga even naar de auto. Ik had hem 6 hoog geparkeerd, dus we brengen Marcia even naar het station. Ja. Dus. Nou, het was nummer 6 waar ik geparkeerd sta, dus even opzoeken. Helemaal bek af met 6 trappen. Zo, de roos al in de auto. Nou, wij nog. Nou, ik wil graag Marcia bedanken natuurlijk voor deze superleuke dag. Superleuk was het. Het was echt super gaaf. En ja. Jij bedankt. Ja, ja, dit was echt. En natuurlijk mijn vriend in het speciaal. Ja, ja, dat is echt. Dankjewel. Ik wil het ook heel graag voor je doen. Dankjewel, ja. Dit is een dag die ik nooit had durven dromen. Zo. Ik dacht, oh, gezellig een marsje wat drinken. En ik hoop, als jullie het leuk vonden, duimpje omhoog en abonneer je op mijn YouTube kanaal om al mijn filmpjes te volgen. Want nu komen natuurlijk heel veel wedding, trouw, inspiratie en dat soort dingen online. Dankjewel voor het kijken. Doeg! I never knew that I could love someone the way that I loved you. I never knew that I could love someone the